Waardoor ik op een gegeven moment vet veel water naar beneden hoorde vallen. Van boven helemaal hier naar beneden op de trappen. Het leek wel alsof de douche aanstond of zo. En dan dat door het hele huis ging, zeg maar. Alles was zijn nat. Ik deed de deur open en ik schrok natuurlijk een hoedje. Een hele goede dag. Leuk dat je weer met ons meekijkt in deze nieuwe vlog. Wij zijn gezond leefstijlgezin Daniel en Fara Bellinga. Met onze lieve kinderen. En ik heb een lekker ontbijtje. We liggen lekker wakker te worden. Goedemorgen. Goedemorgen. En we kijken de oude opbouw. Nou, lekker ontbijtje, druifjes. Ja. Mooi. Ja, lekker, lekker bal. Jij hebt lekker, lekker ontbijtje. Ready to go! Het is lekker weer, moet ik zeggen. Het is wel koud, maar voor things to change, I've got to change, so let's go. En dan ga ik dan, het is echt ook zo'n goede tip trouwens, dat als je weg moet, laat de auto gewoon lekker staan en pak het niet. Ja, en als je de top dan hebt bereikt van de klimbrug, niet al hand heen, maar het uitzicht op de... Off we go. Nou, ik zit hier even heel snel een smoothie te drinken. Want er is een ongelukje gebeurd hier in huis. Dat hebben we even niet gefilmd, want het was echt even hectisch. Want wat was er nou gebeurd? Toen Daniel vanochtend ontbijt aan bed bracht, was er tegengeknooid op het dekbed en op het matras. En toen hebben we dus die dekens in de wasmachine gedaan en aangezet. Toen is Daniel gaan sporten en toen ging de wasmachine heel hard draaien en hij ging zeg maar zo hard centrifugeren, hoe zeg je dat? Dat hij wiebelde zeg maar en hij is van zijn plek afgewiebeld en daardoor is de afvoerslang van het water uit de afvoer gegaan. Waardoor ik op een gegeven moment vet veel water naar beneden hoorde vallen van boven helemaal hier naar beneden op de trappen. Het leek wel alsof de douche aanstond of zo. En dan dat door het hele huis ging, zeg maar. Alles was zijknat. Ik deed de deur open en ik schrok natuurlijk een hoedje. Al het water kwam van boven helemaal naar beneden toe, tot beneden aan. Dus ik heel snel Daniel gebeld. En gelukkig zat hij nog op de fiets en was hij nog net niet aan het sporten. Dus hij kwam hier snel naar huis toe. En hebben dus het hele huis gedweld en alles opgeruimd gedaan. Dus even hectiek. Maar goed, het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Vandaar dat ik even snel een smoothie aan het drinken ben. Want ik had wel een beetje honger. En ja, even een beetje van de schrik bekomen, want ik vond het wel eng. Want het ging heel erg hard tekeer, die wasmachine. En nu even, Lucilla ligt net op bedje. En nu even lekker met Luan spelen. En Daniel is boven nog even de was en zo en het opruimen gelukkig. En ja, vanmiddag komt ook een vriendin van ons op visite. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dat zij weer even lekker gezellig komt beppen. Gewoon een lekker typische zondag. Rustig aan dag. Nou, hier is dus waar het allemaal gebeurde met de wasmachine. Maar gelukkig, we hebben alles gedweld. Nou ja, de Daniel heeft alles gedweld met dit wel. Wat was er nou gebeurd? Hij was dus helemaal gaan bewegen. En hij stond ongeveer daar. En de slang van de afvoer, deze, die was er dus helemaal uitgegaan. Dus het water liep hier helemaal naar beneden toe. Dus ook door het plafond heen. Druppelde het. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Hierboven door het plafond druppelde het zo naar beneden. Dus hier, alles was nat. En die hebben we er even afgehaald, want dit was allemaal zeiknat. Maar gelukkig, het is weer opgelost. Duimpjes omhoog voor andere papa. Wat moeten we zonder papa? Wat moet ik laten zien? Daar. Hm? Ja, knopjes hè. Ja. Gewoon heel snel uitgezet. Ja, daarom is hij dus niet bezig gaan sporten. Nee, maar dat had ik toen straks al gezegd. Dus Daniel is weer terug. En hij heeft dus niet kunnen sporten hierdoor. Maar hij haalt het van de week wel weer in. Hè, Lu? Ja. Wij zijn blij dat hij in ieder geval weer thuis is. Hier is stofzuigen. Ja. Ja, we gaan even stofzuigen en... Nieuw bed opmaken. Ik zei voordat ik visite kom, schat, ik heb nog veel online werk te doen. Ik ga wel even bezig. En dan als de visite komt, kom ik naar beneden. Mijn lieve schat neemt het weer over. Ik ga nog even verder werken. En ik zeg tot straks. Tot straks. Ah. Ik neem jullie weer mee naar beneden. Ik heb even de actie nodig, deze is leeg. Oh, nou Luan, zullen wij eens even de slingers opruimen? Nee. Nee? Dat was zonde. Vind je dat zonde? Vind je dat zo mooi, die slingers? Oh, moeten we het hele jaar door maar de slingers laten hangen? Ja. Ja? Oh, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat kan toch wel? Dat kan toch wel? Ja. Waarom mogen ze niet weg dan? Daarom. Daarom? Mama is zo mooi opgehangen. Ja. Maar moeten ze toch echt even gaan opruimen? Kijk dan. Nee. Ik wil dat niet. Wil je dat niet? Nee. Hoe moet dat nou dan? Hoe gaan we dat nou doen? Straks. Dan mag je slingers opruimen. Straks. Ja, dan mag je slingers opruimen. Dan mag je ze opruimen. Ja. Oké. Okay. Nou, dan laten we ze nog maar even hangen. Hopelijk vinden jullie dit niet erg. Hé? Ja. Nou, ik heb even heel erg zin om wat lekkers te maken. Gewoon een lekker tussendoortje. En ik had heel erg zin in iets van koekjes. En ik heb dit gepakt uit de kast. Ik zal even laten zien wat ik hier heb neergezet. Dit zijn dus ongeveer, nou ik schat ongeveer 200 gram speldmeel. Dan ongeveer 150 gram havermout. Dit zijn, hoe noem je die bessen? Goji bessen. Ik weet nooit hoe je deze uitspreekt. Een paar had ik nog van liggen. Wat rozijntjes. Een goede eetlepel honing. Wat lijnzaad. En ongeveer 150 gram boter. En dit ga ik allemaal mengen in deze kom. En dan ga ik er koekjes van maken op de bakplaat. En dan hopelijk krijgen we hele lekkere koekjes. Dat als onze vriendin straks komt, we lekker een koekje bij de thee hebben. En ik zit me nu te bedenken, een beetje kaneelpoeder, dat is ook lekker om er doorheen te doen. Dus ik denk dat ik ook nog een beetje kaneelpoeder erbij doe. Zoals jullie weten ben ik gek op kaneel. Nou, het mengsel meng ik eerst altijd even goed door elkaar heen. Dat alle ingrediënten er goed doorheen zijn gemengd. Voordat ik er boter bij doe en dat het echt een, als een deegbol gaat worden. En ook nog een beetje honing erbij. De honing die is dus eigenlijk voor dat het ook wat zoeter gaat smaken. Dus ik voeg hier geen suiker bij toe. Kan je natuurlijk wel doen. Maar ik wil natuurlijk het liefst zo verantwoord mogelijk. Dus ik doe er gewoon alleen honing bij om het op smaak te brengen. En de kaneelpoeder moet ik zeggen geeft ook echt een lekkere smaak aan je koekjes. Dus ik laat het alleen bij honing. Nou, ik heb inmiddels de deegbal klaar, maar hij is een beetje plakkerig. En als je dat ook hebt, dan kun je wat bloem gebruiken om het minder plakkerig te maken. Kijk, ik heb hier een beetje bloem. Doe je gewoon een beetje bloem eroverheen zo. En dan weer een beetje bloem. Ook als het te veel aan je handen blijft plakken, hè, dan kun je altijd een beetje bloem pakken. En dan zul je merken dat het deeg dan weer loslaat. Dus een hele goede tip. Als je je handen niet meer schoon krijgt. Hier ga ik nou kleine stukjes afhalen. Klein balletje. En die leg ik dan hierop. En dan druk ik dan een beetje plat. Zodat het kleine koekjes worden. Volgende. Heb ik ze even in de oven ongeveer, nou ik denk ongeveer 20 minuutjes. Op 120 graden. En als ze een beetje goudbruin zijn, dan haal ik ze eruit. Ik ben benieuwd. Is hier iemand wakker? Hé, was je weer wakker? Gezellig. Dat is gezellig. Het is niet wakker. Het is wel wakker. Ja. Nou, de koekjes zijn eruit en ze ruiken heerlijk. Leuk, het ijsje. Lekkere koekjes erbij. Heb jij gemaakt, Luan, met mama? Ja. Nee. Moeten we dat allemaal weer af gaan trainen? Ja, nou nee, ze zijn suikervrij. Met honing en met havermout. Dus het zijn gewoon gezonde tussendoortjes. Je niet bang te zijn dat je blokjes weer verdwijnen. Armijn koekjes. Kan ik een koekje eten? Ja. Nou, de afwas is gedaan. En de meiden kijken een film. Film kijken. Nou, ik sta weer lekker te koken. Vanavond gaan we lekkere spinazie eten. En ik heb hier spinazie met spekjes. En ik kook er wat eitjes bij. En ik heb hier de aardappeltjes al gekookt. Die pureer ik er zo meteen doorheen. En wat misschien wel grappig te vertellen is, ik doe ook altijd brie door de spinazie. En dat is misschien een beetje gek, maar dat is dit. Kijk, een paar brie-snubbertjes er doorheen. Ik vind het namelijk echt super, super lekker. Dan krijg je namelijk een beetje een romig kaassmaakje aan je spinazie. Dus ik doe er ook altijd een beetje brie doorheen en dan laat ik het een beetje doorheen smelten. Oh, zo. Gaat lekker? Mm. Ja. Dus even een lekker spinaziepotje maken en dan kunnen we aan tafel. En ik had ook nog wat gedroogde tomaatjes in olie en dat heb ik er doorheen gedaan. En nu stampen! Klein beetje melk erbij. Hak, hak, hier is hoe de gaat, gaat. Nou. Ja, de heus pak, pak, tot het lekkere hak is gehakt. Hak, hak, in het heus pak, pak, kijk eens hoe de hak, hak. Jij bent mijn beste chef-kok. Nou, iedereen zit weer aan tafel. Hallo allemaal, gezellig. Wij gaan even lekker ons prakje opeten. Dankjewel dat je weer keek naar deze video. Vond je dit natuurlijk een leuke video? En kijk je deze video op SlankEnFitTV.nl. Doe dan even de duimpjes omhoog op de video. En vergeet niet te abonneren. Ja, mag ze wel niet zwaaien. Oh, Lucilla zwaaien. Ja, maar ik ben nog niet klaar met praten. En vergeet niet te abonneren op SlankEnFitTV.nl. En zie je deze video op tv, ga dan even naar SlankEnFitTV.nl. Dankjewel voor het kijken en tot morgen, tot een nieuwe video. Doeg! Dag! Doei! Ja. Ga ik weer boodschappen doen. En ik zit ook weer even te kijken wat voor lekkere recepten ik allemaal weer ga maken. En zo zat ik te denken van, ik maak altijd best wel veel lekkere recepten. En ik maak daar altijd foto's van op Instagram. Dus als je me nog niet volgt, ik zal het even laten zien. Kijk, dit is mijn Instagram. En hier zie je al mijn recepten die ik altijd, als ik dan een video heb gemaakt of ik heb iets gekookt. Dan maak ik daar altijd een foto van op Instagram. Dus als je me nog niet volgt op Instagram of je wil weten wat precies nou hetgene is wat ik heb gemaakt als je een video hebt gezien. Volg me nou even via Instagram, want dan kan je altijd alles terugvinden. Er zitten ook foto's van de kinderen tussen natuurlijk en gewoon lifestyle.